Wil je het uitzicht zien? Ja, ik wil heel graag het uitzicht zien, Freek. Oh! Hallo dames en heren en ontzettend tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, het is lekker weer buiten. Ik heb er zin in, hopelijk jullie ook allemaal. Alleen, ik ben een cadeautje aan het inpakken en dat is nou niet echt mijn sterkste kant. En D is niet in de buurt, die kan echt perfect inpakken. Die doet dat altijd helemaal leuk met een strikje en weet ik veel wat. En ik ben al lang blij als ik iets gewoon redelijk netjes eromheen krijg. Dat heb je ook bij mensen van speelgoedwinkels en zo. Als je dan je cadeautje laat inpakken, sommigen die kunnen dat zo verschrikkelijk goed. Echt hands down. Ik ben daar geen held in. Maar ik ga toch proberen om hier wat moois van te maken. Want het is natuurlijk wel leuk als het enigszins een beetje netjes is ingepakt. Ik denk dat dit wel ongeveer goed is. Zo'n plakbandrol is echt ideaal. Want om elke keer al die plakbandjes te knippen en aan je tafel te plakken. En dan gaan ze ook weer zo aan je tafel krom zitten. En dan plak ze helemaal aan en moet je weer gaan pulken. Dit is echt ideaal. Toen ik heel erg klein was, was ik echt zo'n rotjoch die gewoon de hele plakbandrol eromheen gaat wikkelen. En dan het cadeautje geeft met zo'n glimlach van hahaha, veel succes met uitpakken. Maar nu zal ik dat niet meer doen. A few moments later. Nou, dat ging niet voor heel erg lang goed. Dit is het uiteindelijk geworden. Heel erg veel plakband dus. Maar ik moet toch zeggen, als ik deze omdraai. Hey, dit ziet er toch wel even gelikt uit hoor, deze kant. Dus ik geef hem gewoon op deze manier. Maar aan wie ga ik het geven? Ja, dat krijgen jullie straks te zien. Is trouwens breekbaar, dus moet ik heel voorzichtig mee. Oké, laten we gaan. What's up, man? Yo, man. Alles goed? Ja, met jou ook? Zeker. Kom binnen. Nice. Hier ben ik al een tijdje niet meer geweest. En er zijn ook een paar dingetjes veranderd natuurlijk. Een mooie nieuwe kast erbij. What? En daarbovenop staat natuurlijk Dodo. En Dodo, oftewel Wouter, jij bent laatst jarig geweest. Yeah, man. En nu weet ik, ja, je bent heel oud. Ik heb namelijk even research gedaan. Ja. En ik weet precies... bijna precies hoe oud jij nu bent. En dat is? Dat is, dames en heren, 300 jaar. Oh my god. Ik heb een werkstuk gemaakt of zo. Yep. Kijk jongens, de hele Wikipedia man. Maar ook echt zo'n typisch basisschool mappie. Oh my god, dude, dankjewel. Ja, ik heb mijn best gedaan. Ik dacht, Dodo, kijk hoe oud Dodo is geworden. Ik vind hem echt super tof, want ik kan je eerlijk vertellen, ik heb niet eens de Wikipedia van de Dodo doorgelezen. Dus ik ben oprecht gewoon... Ja, serieus? Nee, echt niet, nee. Ja, oh, ik dacht eigenlijk namelijk dat je zoiets zou hebben van, ja, dat heb ik al 100 keer gezien. Nee, maar dit is al gewoon een leuk cadeau gewoon. Nee, ik vind hem echt leuk. Oké. Nou, dan zou ik nu een serieus cadeau geven. Oh, ik vond het al nice. Dankjewel. Kijk eens aan, alsjeblieft. Nou, laat je niet over doen, man. Ik ben heel erg benieuwd goed dicht? Wat je ervan vindt. Ja, ik heb mijn best gedaan. Zie, ik ben echt een klootzak wat dit betreft. Ik zal je een hint geven, je kan het ook aan de andere kant uitpakken. Ja, dat lijkt me een goeie. Een doosie. What? Ik weet niet of het jouw ding is, maar... Nee, cool. Ik heb geen horloge. Dus het is altijd mooi om één te hebben. Dankjewel, bro. Alsjeblieft. Wat super tof. Let me give you a hug. Dankjewel, man. Alsjeblieft, man. Fucking vet. Cool. I like it. Zal ik meteen even proberen? Ja, ik zou zeggen, doe je ding. En dan gaan we ondertussen even naar de konijntjes. De konijntjes. Hey, Naga en... Monster. Monster, ja. Naga en Monster. Ze zien er goed uit. Ja, hè? Ja, zeker. Dat is super goed met ze. Kijk. Heb je ze ondertussen al een salto geleerd? Nee, dat niet, nee. Maar Naga die kan wel echt heel erg hoog springen en zo. Maar ze zijn allebei super stout. Dus als ik naar boven ben, dan zet ik ze altijd even vast. Want Naga kan dit hek, kan ze... Gewoon omver beuken. Ja, serieus. En ze springt ook af en toe gewoon over dingen heen en zo. Dus het is...
Je moet super voorzichtig zijn met ze. Oh. Voor je het weet zijn ze weg. Hop, hop, hop. Ze zijn ook snel hoor. Als ze willen zijn ze heel snel. Ja, ja. Maar dat willen ze nu niet. Dat willen ze nu niet. Nu even lekker chillen. Je kan ze eigenlijk haast vangen met dit. Zo. Ja, dan zitten ze vast lekker aan te knagen aan dit, of niet? Ja, ja, zeker. Op zich kan ik het wel over een laken heen zetten. Zo, kom eens. Ho, ho, ho. Oh, shit. Dat ziet er uit, zeg maar. Monster. Als je het over monster heen zet, dan komt hij nooit meer eruit. Nee, echt niet? Springt eruit, ja. Dus ik kan wel even... Naga is de atleet, zeg maar. Zo! Ja? Die ging er snel op. Je lijkt het net alsof we een week geen eten hebben gegeven. Zo, die ging er echt heel snel op af. Ja. Holy moly. Hey! Oh, zeg even hallo tegen mijn kijkers. Hallo? Hallo. Hey. Nice, man. Ziet wel cool uit, toch? Ja, ziet er goed uit. Staat hij eigenlijk... Nee. Staat hij niet goed? Ja, staat niet goed. Oh, shit. Maar hij is lekker licht, toch? Ja, zeker. Ja, het houdt of niet? Ja. Super tof. Je moet hem alleen eens even iets strakker krijgen of zo. Ja, je kan wel één pinnetje eruit halen en dan... Super goed om Wouter weer eventjes te spreken in real life. Ik bedoel, ik neem natuurlijk heel vaak video's met hem op. Maar om hem toch zo even in persoon te spreken is natuurlijk ook wel even leuk. Kunnen jullie je nog herinneren dat ik ongeveer... Jeetje, wat zal het zijn? Ik hou dat zo slecht bij. 6 dagen geleden... met Quinn in de auto zat. En dat was een intro die echt iets van 10 minuten al duurde. Dat was echt niet normaal. En toen hadden Quinn en ik de vraag van... maken haaien eigenlijk geluid? Nou, toen wilde ik dat gaan googlen. En toen besefte ik opeens... ik hoef helemaal niet te googlen. Ik moet gewoon Freek Vonk bellen. Die weet natuurlijk alles van haaien. Die is tenslotte zelfs gebeten door een haai. Kan je het niet meer herinneren? Check me even dit kleine stukje van de vorige vlog terug. Hebben haaien eigenlijk geen geluid? Zo, dat is een goeie. Maken haaien geluid? Wacht! Wacht! Ik ga Freek Vonk opbellen. Echt? Ja! Freek die gaat over ongeveer 30 minuten dus vliegen. Dus hij heeft nu even geen tijd meer. Maar hij heeft in ieder geval wel gezegd dat over 2 dagen is hij op een mooi plekje op de Bahama's. En dan gaan Freek en ik gaan even facetimen. Het is nu tijd om eventjes te gaan bellen met Freek Vonk, de man zelf. Hey, Freek! Hoe is het, jongen? Ja, gaat goed. En met jou? Heel goed, heel goed. Mooi, man. Het is hier lekker warm, maar bij jou ook, geloof ik, hè? Heb ik gehoord. Ja, vandaag was het hier heerlijk weer, maar ja, het is nu al donker aan het worden hier zo. En hoe is het bij jou, het uitzicht? Ja, wil je het uitzicht zien? Ja, ik wil heel graag het uitzicht zien, Freek. Oh! Jeetje, mina. En dit is dus het water waar ik 3 maanden geleden gebeten ben, hè? Precies. Dit exact zo. Op het huisje. Precies op die zee? Ja, op deze zee. Jeetje mina, hé. 3 maanden geleden. En 3 maanden later is het nu en hoe voel je nu? Heel goed, heel goed. It's good to be back. Ik heb weer met dezelfde haaien gedoken, dezelfde dingen gedaan, op exact dezelfde plek. Ja. En het was een beetje gek om daar weer terug te zijn, maar het voelde meteen heel vertrouwd. Okay. Ik ben natuurlijk gek op deze beesten. En ik wist dat de kans natuurlijk heel klein was. Ook toen dat er wat zou gebeuren. En het ging super. Het was te gek om daar weer terug te zijn. Ja. Maar waarom weet je dat eigenlijk zo zeker? Dat de kans heel klein is dat er wat gebeurt? Want ja, misschien is dat een klein beetje off topic hoor. Maar ik zag toevallig vandaag een video voorbij komen. Van een zeeleeuw was het volgens mij. Ja. En die trok zo in één keer heel onverwachts. Een meisje die aan het voeren was. Trok zo dat meisje mee het water in. Heb ik ook gezien. Maar dat was geen agressieve beet of zo. Hè. Dat was meer... Ik denk dat hij een beetje geïrriteerd was door de mensen die daar omheen stonden. En volgens mij probeerden ze allemaal foto's van hem te maken. Ah. Maar kijk, het feit blijft natuurlijk wel dat wilde dieren een beetje onberekenbaar kunnen. En dat je je wel aan hun regels moet houden. En ze moet respecteren. En dat betekent dat als je met wilde dieren werkt zoals ik, dat je ze moet kennen. En dat je precies eigenlijk moet weten wat je wel en niet kan doen. En zelfs dan en zo zit er ongeluk in een klein hoekje. En dat is wat er bij mij ook gebeurde. Ik heb gewoon dikke vette pech gehad dat ik ben gebeten. Want mensen hebben daar 28 jaar lang met die beesten gezwommen en gedoken en tussengelegen. En ik had dan net toevallig een haai die zijn dag niet had. En die het op mij vermunt had op dat moment. Niet te geloven, hé, dat het aan jou weer moet overkomen, ja. Freek. Ja, precies, precies. Maar het is helemaal goed afgelopen. Weet je, niemand heeft die schuld aan. De haai, vooral de haai niet. Wij niet, de onderzoekers niet waar we mee waren. Het zijn uiteindelijk geen guppies, laten we eerlijk zijn. Het zijn geen guppies, ze hebben scherpe tanden. Het zijn roofvissen. Ze kunnen bijten, maar de kans is gewoon minuscuul. Kijk, er gaan elk jaar
miljoenen mensen de zee in om te zwemmen en te spelen. En het aantal ernstige incidenten met haaien is op twee handen te tellen. Ja, serieus? Echt waar? Op twee handen te tellen. En als je dat nou eventjes afzet tegen de 100 miljoen haaien die wij mensen elk jaar afslachten voor hun vinnen en hun vlees. Hop, wat? Ik dacht dat je zou zeggen 100 miljoen haaien die er zijn. Ja. Maar die worden gewoon elk jaar gewoon omgelegd voor hun vinnen. Ja. En hun vlees. Drie per seconde. Drie per seconde. Dus dan moet je je misschien afvragen wie hier nou de echte monsters zijn, hè? Ja, precies. Dat zijn wij eigenlijk. Dat zijn wij, zeker. Ja. Jeetje mina. Ja, want, maar wij staan ook zeker niet op nummer 1 van een voedselketen. Nee, maar haaien staan het ook niet, hè, trouwens, in de zee. Er is nog een grotere killer in de oceaan. Oh? Heb je enig idee welke? Bij Zuid-Afrika is er op dit moment een hoop hijsa, omdat daar de witte haaien echt gedood worden door een andere killer in de zee. Echt waar? Denk, ja, heb je enig idee welk dier dat is? Oké, dus de witte almachtige haai wordt gedood door iemand die daarboven staat. Iemand die erboven staat. En dan heb je echt de top van de voedselketen bereikt. Ze hebben drie witte haaien gedood in de afgelopen 2 maanden. En die zijn aangespoeld in Zuid-Afrika. Doordat ze zijn aangevallen door orka's. Ja joh, orka's? Serieus, ja. Dat meen je niet. Dus je moet nooit spotten met orka's. Nee, dat sowieso. Er is nog nooit een mens door een wilde orka aangevallen. Nog nooit. Nog nooit. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ze heel ongevaarlijk zijn. Ze zijn super slim. Dus wat ze doen, die orka's, ze drijven die witte haaien naar de oppervlakte. Dan slaan ze dood met hun staart. Dan draaien ze ze om. En dan bijten ze ergens in de buik. Ze weten precies waar de lever zit. En die lever die heeft zo'n groot drijfvermogen dat hij gewoon zo plop uit die buik komt zetten. Die lever die vreten ze op. Die is natuurlijk lekker sappig. En de rest van de witte haai, de rest van het lichaam laten ze gewoon wegdrijven. Oh. Serieus, het zijn gewoon bijna psychopaten. Maar die orka's zijn zo ontzettend slim. Dat ze gewoon hebben uitgevogeld hoe ze de lever van zo'n witte haai te pakken kunnen krijgen. Maar hoezo zullen ze zo'n witte haai aanvallen? Puur omdat ze zich bedreigd voelen? Nee, helemaal niet. Ze hebben honger. Ja, oh, echt waar? Omdat ze honger hebben. Maar vergis je ook niet, hè? Een orka kan 8, 9 meter worden. Een witte haai, 4, 5, misschien 6. Orka's zijn altijd met meer. Sowieso met z'n tweeën. Ze zijn bewegelijker, groter, sterker en veel slimmer. Dus zo'n witte haai is eigenlijk kansloos. Als je het hebt over de voedselketen, de top van de voedselketen, dan hebben zelfs grote witte haaien gewoon, die moeten hun meerdere erkennen in een orka. Ja, geloof het, hé. Zo, niet normaal. Maar orka's, ziek, hè? Hey, dit zijn ook prachtige beesten, hè. Niet te geloven. Echt zo mooi. Daar hoop ik nog een keer een documentaire over te maken. Ik heb ze wel gezien vanaf de boot. Ik heb ze zien zwemmen. Maar ik wil heel graag nog een keer met ze in het water liggen. Dat ik echt gewoon tussen de orka's zwem of duik of drijf op een of andere manier. Dat lijkt me echt heel kicken. Ja, dat geloof ik best. En dan prachtige shots vanaf boven met een drone erbij. Ja, precies. En dan heb je meteen een nieuwe profielfoto voor WhatsApp. Precies, ja. Misschien moet je een keertje mee, jongen. Oh, het lijkt me fantastisch om een keer wat mee te maken. Het engste wat er tot nu toe ooit bij mij is gebeurd, is dat er een vogelspin over mijn hand heen liep. Dus misschien kan jij het nog gekker maken. Ik denk het wel. Dat vond jij niet heel chill, of wel? Nou, dat vond ik niet het leukste wat er was. Maar ik was wel blij dat ik het had gedaan, hoor. Maar in ieder geval, het programma wat je aan het maken was, het gebeurde, het incident, op de tweede draaidag. Maar je hebt nu alles kunnen afmaken 3 maanden later. Ja, alles kunnen afmaken wat we moesten doen. We hebben ook weer met dezelfde haaien gedoken. We hebben haaien gevangen voor onderzoek. Verpleegsterhaaien, grote verpleegsterhaaien. Die moesten we meten. Daar moesten we een DNA-sample van verzamelen. Een zendertje implanteren in de huid, zodat ze ook gevolgd kunnen worden en geïdentificeerd kunnen worden. Niet zodat je ze kan afluisteren. Nee, niet zodat je ze kan afluisteren. We hebben babyhaaitjes gefilmd. Dat was wel heel schattig in de mangroven hier. Baby citroenhaaitjes, die zijn echt 50, 60 centimeter groot. En die schuilen dus in de mangroven, omdat ze in de oceaan natuurlijk gewoon gelijk opgefroten zouden worden. Ja. Maar ook in de mangroven moeten ze uitkijken voor hun grotere broertjes en zusjes, want citroenhaaien zijn cannibalistisch. Dus je ziet dat alle citroenhaaitjes van dezelfde grootte zeg maar, bij elkaar rondhangen. Zodra ze wat groter of kleiner zijn, dan hangen ze weer bij een ander clubje, omdat ze gewoon
moeten oppassen dat ze niet opgefroten worden door een eigen soort. Misschien een domme vraag hoor, maar wat is een mangrove? Is dat een klein stukje zee of zo? Of? Nee, mangroven dat zijn eigenlijk de bossen die aan de kust liggen hier, waarvan de wortels ook echt gewoon in de zee staan. Oh. Dus die bomen en die planten die kunnen op die manier overleven in het zoute water. Die hebben daar allemaal speciale aanpassingen voor. En tussen die wortels, ja, dat is natuurlijk een geweldige verstopplek voor allerlei soorten kleine vissen. En daarom zie je ook dat dat vaak de kraamkamers van de zee zijn. Hè? Daar schuilen al die kleine visjes tussen. En als ze wat groter zijn, ja, dan verplaatsen ze zich naar de open oceaan. Ah, op die manier. Maar ja, nu hebben we heel veel te weten gekomen over je beet. Over de mangroven, over de babyhaaitjes, over de grote witte haaien en zelfs de orka's. Maar dan komen we nu een beetje op de vraag. Eigenlijk die Quinn en ik heel raar uit het niets in één keer mee kwamen. En toen dachten we, nou, Freek Vonken overtreft Google hier sowieso mee. Freek, hier de vraag. Maken haaien geluid? Nou, wat denken jullie? Ja, ik heb eens de reacties gelezen onder de vlog, waarin ik vroeg van, nou, kijkers, jullie kunnen googlen, maar het is natuurlijk leuk om te wachten op antwoord van Freek Vonk zelf. En ik kreeg ook al heel wat reacties van, nou, Enzo, ik denk het niet. En heel veel die zeiden van, ik denk ook weer wel, want vissen die maken ook gewoon kabaal. Maar hoe en wat, geen flauw idee. Dus ja. Ik zit er een beetje middenin. Van het zou kunnen, maar het is natuurlijk nooit van... Hey, lekker zwommen vandaag. Haaien maken eigenlijk niet zoveel geluid. Maar er zijn heel veel vissen die dat wel doen. Meer dan 1000 soorten. En dat geluid maken die vissen met een zwemblaas. En een zwemblaas dat is een met gas gevuld orgaan. Waarmee vissen kunnen blijven drijven op een bepaalde hoogte, een bepaalde diepte, hè? Anders zakken ze naar beneden. Haaien hebben dus geen zwemblaas. En daarom moeten haaien dus ook bijna altijd blijven zwemmen. Want als ze niet blijven zwemmen, dan zakken ze zo naar beneden. Wat? Maar die vissen die wel een zwemblaas hebben, ja, de haaien moeten blijven zwemmen, want anders zakken ze gewoon naar beneden. Maar daarom bewegen ze altijd gewoon. Daarom bewegen ze bijna altijd. Klopt, ja, klopt. En de vissen die dus wel een zwemblaas hebben, die hebben soms ook speciale spieren eromheen, waarmee ze die zwemblaas kunnen laten trillen. En daarmee kunnen ze een zoemend geluid maken, een beetje ratelen, een hoornachtig geluid. En daarmee communiceren ze ook met elkaar. Ze kunnen daar partners mee aantrekken, ze kunnen andere vissen daarmee waarschuwen voor gevaar. En dat is eigenlijk de manier waarop de meeste vissen praten, maar niet allemaal. Er is nog iets grappigs, haringen. Haringen? Haringen. Haringen die praten met elkaar door middel van scheten. Nou, dan ben ik een haring, hoor. Ja, dan ben je haring, ja. Ja. En wat zeg jij ermee dan? Dat ik naar de wc moet. Ja, precies, ja. Haringen laten dus echt lucht ontsnappen uit hun anus. En daarmee geven ze eigenlijk aan andere haringen waar ze zitten. Want wetenschappers hebben zich altijd afgevraagd, hoe kan het toch dat die grote scholen haringen, duizenden vissen, 's nachts bij elkaar weten te blijven? Hoe kunnen ze met elkaar communiceren in dat donker water? Nu weten we het. Door middel van scheten. Door middel van scheten, jeetje. Ja. En dan moet je maar eens even, ja, dat zie ik dan voor me hoor. Dan moet je maar als onderzoeker daarachter zien te komen. Ja. En dan te vertellen aan de buitenwereld dat ze communiceren via scheten. Ja, lachen. Maar dat maakt de biologie ook zo mooi natuurlijk, hè? Ja, zeker. Dat is geniaal. Ja. Ja, het is het meest onverwachte, maar het blijkt gewoon te kunnen. Maar om antwoord te geven op je vraag, er zijn heel veel vissen die geluid maken. Dat doen ze met een hele belangrijke reden, om contact te houden met elkaar, om elkaar te waarschuwen, om een partner aan te trekken. Maar haaien die zijn wat dat betreft wel wat stiller. Oké. Nou, dan hebben we het antwoord gehoord van Freek Vonk zelf. Ik vind het super tof dat ook al nu je daar zit en druk bezig bent voor het programma, dat je even de tijd hebt vrijgenomen om deze vraag te beantwoorden. Ik hoop dat de kijkers het heel erg tof vinden en super vet. Laat nog even één keer het uitzicht zien als je wil. Ja, dat wou ik net zeggen. Zal ik je nog één keer het uitzicht laten zien? Ja, zeker. Zo. Ja, dit is echt een plaatje hoor. Ja, mooi hè? Ja, hier kan je zo'n prachtige panorama, zo'n panoramafoto maken. Ja, daar hebben we er al een paar van. Ja, dat geloof ik wel, ja. Ja. Hey, super kick, Freek Vonk. Echt heel erg tof. En ik zou zeggen voor alle kijkers die ooit een keer willen dat Freek Vonk en ik wat eng samen gaan doen. Wat misschien wel enger is dan een vogelspin. Ik zou zeggen, doe een blauw duimpje omhoog. En wie weet treffen we elkaar een keer. Ja, precies.
Komt helemaal goed, Enzo. Graag gedaan, jongen. En een fijne avond daar in het donkere Nederland. Ja, super tof, man. Dankjewel. Ik heb echt een heerlijk dagje gehad. En ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik zou zeggen, vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk checken jullie baas morgen allemaal bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dik.